Karin Bloemen verscheen bijna twee jaar geleden op tweede kerstdag op televisie in haar voorstelling Waar waren we gebleven. In deze show vertolkte ze verschillende typetjes, waaronder dat van een Surinaamse vrouw die sprak over het begrip woke. Hoewel ze niet geschminkt op het podium verscheen, koos ze ervoor om met een zwaar aangezet Surinaams accent te spreken, wat destijds leidde tot ophef. Recent onthulde Karin in een interview met de Telegraaf dat ze destijds felle kritiek heeft gekregen op haar vertolking van de Surinaamse vrouw. Ze ontving zelfs een brief waarin ze beschuldigd werd van racisme. Deze beschuldiging kwam voor haar als een schok, omdat ze zich niet kon voorstellen dat haar optreden op die manier geïnterpreteerd zou worden. Ik kreeg een brief waarin stond dat ik een racist ben, en dat heeft me diep geraakt, vertelt Karin. Karin, die bekend staat om haar veelzijdigheid en haar vermogen om met humor complexe onderwerpen aan te snijden, vindt het vreemd dat er in Nederland, een land waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat, beperkingen worden opgelegd aan wat je mag zeggen of doen. Volgens haar gaat het juist om de vrijheid om jezelf te kunnen uiten, en dat humor daarin een belangrijke rol speelt. Ze benadrukt dat haar vertolking van de Surinaamse vrouw met respect en plezier werd gedaan, zonder de intentie om iemand te kwetsen. Humor heeft de kracht om mensen aan het lachen te maken, zelfs als het om gevoelige onderwerpen gaat, al dus Karin. Desalniettemin erkent Karin dat ze vanwege de toenemende gevoeligheden in de samenleving soms haar repertoire aanpast. Zo heeft ze ervoor gekozen om het liedje Zuid-Afrika niet langer te zingen, omdat het naar haar mening te complex is geworden om in de huidige tijd te brengen. Ze legt uit dat het lied niet echt Zuid-Afrikaans is, maar een mengeling van verschillende talen en dat het daarom verkeerd begrepen zou kunnen worden. Karin's keuze om bepaalde stukken niet meer te spelen, toont haar bewustzijn van de veranderende maatschappelijke context en haar bereidheid om mee te bewegen met die veranderingen. Toch blijft ze vasthouden aan haar overtuiging dat humor en kunst een platform moeten bieden voor vrijheid van expressie en dat dit niet onnodig beperkt zou moeten worden.